Hey, Karin, weet wat ik nou benieuwd ben? Hè? Jij hebt jarenlang heb je gewerkt natuurlijk, samengewerkt met co-makers. En ja, daar was je heel vaak ook opdrachtgever in. Ja, klopt. Dus dan ging het eigenlijk over jouw klantervaring. Ik ben zo benieuwd hoe belangrijk samenwerking nou eigenlijk is, in het kader van van klantervaring. Hoe ik het heb ervaren, vind ik dat echt heel wezenlijk. En wat voor mij dan een samenwerking ook succesvol maakt, is dat het niet alleen is dat je zegt, nou, we fixen de klus met elkaar. Hè? Tuurlijk, je wil resultaat, daar ga je voor en daar zet je op in. Maar het hele weg ernaartoe, daar zit al zoveel deelsucces in. Kan je daar eens wat van benoemen? Heb je een voorbeeld? Nou ja, wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik een succes vind onderweg, is dat je van elkaar leert. Ja. Wanneer je er samen echt iets van maakt. Wanneer je je verbindt aan elkaar, maar ook aan de opdracht Ja. of aan het resultaat. En zegt, nou oké, nu staan we ervoor om gezamenlijk dit doel te bereiken. Want wat dat voor mij als opdrachtgever doet, is dat voor mij een stukje verlicht. Hè? Want je Maakt het haalt jouw leven makkelijker? bij mij Ja. makkelijker, want ik haal expertise Ja. naar binnen waar ik behoefte aan heb op dat moment. Op het moment, dus je leert hè, van elkaar. Ook al zit je in een andere expertise, dan heb je allebei je eigen talenten. Dus dat vind ik heel erg fijn. En nou ja, wat ik zeg, dat stukje ontzorgen, maar ook de lol die je onderweg hebt en wat wij hier ook al ervaren in de samenwerking, is ook zo ongelooflijk waardevol. Dus de waarde zit heel praktisch in het we willen doel bereiken. Het is nu in één keer een gezamenlijk doel en daar gaan we voor. Ja. En de andere winst zit nou, veel meer in de emotionele kant. Je zegt, hey, ik ben ontzorgd. Ik heb nog meer vertrouwen in dat we het gaan fixen, dat we het gaan doen. En ik heb gewoon heel veel meer plezier. Of nog meer plezier in wat ik doe. In de tijd die ik eraan besteed. Ja, zo. Dus Dus dat bewerkstelligt een goede samenwerking eigenlijk allemaal absoluut. voor jou. Ja. Absoluut. Hey, Absoluut. nou, dat vind ik nou ook eens interessant voor jou om terug te horen. Want in de woningmarkt wordt er natuurlijk heel veel gecomaked. En die samenwerkingen zijn daar kritisch in. En wat zijn nou voor jou goede voorbeelden van samenwerkingen waarin je eigenlijk zoiets had van wauw, Deze was tof. deze was helemaal tof. Nou, tof als je dat wilt delen. Tot de Volgende volgende keer. keer. Doeg! Hoi!